Blijf maar een beetje zo bezig, dat je me een beetje zo rond kunt houden. Rechts London. Afstamming van deze Nadande Rennenbuk. Een beetje zo bezig, tussen je been houden. Goed. De werkzaamheden van Wout-Jan van der Schans gaan op zijn bedrijf in Nijkerk gewoon door. Dat terwijl 4 van zijn paarden op dit moment in Lochem te bezichtigen zijn omdat ze geveild worden. Ja, we hebben gisteren een paar paarden naar Lochem gebracht omdat daar de komende week wat kijkdagen zijn. Dus oké, dat is een gemis. Er zitten eigenlijk 3 Grand Prix paarden van mij tussen. Waarvan 2 paarden die al verschillende Grand Prix's gewonnen hebben. Dus zeker voor dit jaar had ik met die 3 paarden... Sportief gezien hoge verwachtingen. Alleen ja, er is nu even een kink in de kabel gekomen. Slechts een paar weken geleden werd duidelijk dat het faillissement van vastgoedconcern Eurocommerce ook grote gevolgen heeft voor de paardensport in Nederland. De ruiters zien machteloos toe hoe hun paarden ongewild handel zijn geworden. Dus ik heb die paarden eigenlijk naar een behoorlijke waarde gereden. Nou, normaal gesproken is dan als je dat voor een normale eigenaar doet, word je daarin mee betrokken als die paarden verkocht gaan worden. En is dat logisch dat je voor je werk betaald krijgt? En ja, dat is nu heel onzeker. Die paarden zijn gewoon weggenomen hier en ook geen kans gekregen om überhaupt een van die paarden te proberen te kopen. En dat is wat ik een beetje kwalijk vind, dat er gewoon ons, zowel mij als Scherco en ook Albert Voren, überhaupt geen kans gegeven is van hey, hebben jullie misschien een eigenaar die die paarden over wil nemen. Kijk, als er nog wat voor weinig weggegeven wordt. Kijk hè, net als jij. Niks kopen. Nee, want mijn zakgeld is gauw op. Ja, we combineren het prettige en het aangename. Dus, ja, maar het is ook wel dubbel. Het is een dubbel gevoel. Het is altijd verdrietig als er zoiets gebeurt. Vooral veel mensen die nieuwsgierig zijn en Londen in het echt willen zien, komen vandaag kijken in Lochem. De keerzijde kennen ze niet, want deze veiling kan volgens Paardenbond KNAS heel veel betekenen voor de top paardensport in Nederland. Dan is dat verschrikkelijk. Ieder toppaard wat uit Nederland verkocht wordt, dat betekent voor mij een vloekje of een hele grote vloek eigenlijk. Want we willen natuurlijk medailles halen, we hebben grote ambitie. Nou ja, ga maar uit als dat in een voetbalelftal gebeurt, als 3 van je sterspelers wegvallen. Dan kun je nog meedoen, maar wordt het wel moeilijk. En nou ja, net wat ik al steeds zeg, een Londen gaat weg. Dat is bij onze Van Persie en Albert zijn paard en mijn paard zijn gewoon 2 hele goede teamspelers die misschien wel heel hard nodig zijn straks. Wat er gaat gebeuren is afwachten. Nou, als ze verkocht worden, dan hoop ik hier dat ze aan iemand verkocht worden die het voor mij doet. En anders hoop ik dat ze hier weer terug in training komen. Reëel is echter ook dat er een rijke oliesjeik vele duizenden euro's wil neertellen voor zijn paarden. Dat zou betekenen dat die paarden daarheen gaan en waarschijnlijk bij ruiters terechtkomen die niet op die paarden passen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee, dat doet denk ik ook pijn. Dat doet heel veel pijn, ja. Als je dan je paard terugziet in de ring en je ziet een ruiter daar met jouw paard martelen of in ieder geval de mist ingaan, dan is dat niet leuk. De Paardensportbond probeert er achter de schermen alles aan te doen om de toppaarden in Nederland te houden. Daar kan ik geen uitlating over doen, want achter de schermen gebeurt er veel. Maar wat er gebeurt, dat houden we liever nog even echt achter de schermen.